Ik zweer het, kom mee. Kom mee allemaal. Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. It's a Monday en papa brengt mij naar de kapper. Want het is weer heel erg lang. Het groeit heel snel bij mij en ik wil ook graag weer deze voorste plukjes echt op mijn jukbeneren. Dat het weer lekker tot mijn haar danst. En dan flowers. Dus dat ga ik doen. En ik ga vandaag de nieuwe content schieten voor mijn nieuwe intro. Want ik ga dus alles een beetje vernieuwen. In een nieuw jasje steken. Weer samen met Janne. Dus ik ben benieuwd hoe het uitpakt. Sowieso weer goed. Want ze is daar gewoon heel goed in. En ik ook. Dag hoor. Oké, ik ben net bij de kapper geweest. Ik zit in de auto met Janne. En we zijn onderweg naar een leuke spot voor de content te schieten. Ik ben heel blij met mijn haar. Die plukjes zijn zo kort. Heerlijk. Dus ik heb er zin in. Ik dacht even dat ik mijn camera kwijt was. Echt de grootste heart attack ever. Maar we hebben dus een soort van wardrobe hier beneden. Ik ben gewoon op straat aan het omkleden. Wel een beetje in de steeg, ja. Maar ik heb dus verschillende outfitjes en we zijn ook aan het lopen naar verschillende plekken. Maar Janne, die kende dus een gamehall, die is net nieuw. En het was zo vet daar binnen, dus we hebben dus gevraagd of we daar foto's mochten maken, maar dat mocht niet. Want dan moest je eerst het hoofdkantoor of zo mailen, ik weet het niet, maar gezeik. Maar we gaan het wel doen. We gaan een act opzetten. Nee, we gaan er dus gewoon heen en dan kopen we gewoon een kaartje. Ja. En dan doen we gewoon alsof we gaan gamen, van die gamechick zijn. Ja, of zo'n dansding. Of wat we toeristen zijn. We're from China. Okay. Dat geloven ze bij mij wel. Het is ons gelukt, we zijn in de gamehall. We gaan echt hele gave content schieten. Oh, hey! We zijn al een tijdje thuis en we zijn lekker aan het editen, of in ieder geval Janne. Ik kijk een beetje mee. En we hebben lekker een lasagne in de magnetron gedaan. Dus helemaal prima. Dikke, dikke prima. Goedemiddag. Het is vandaag... Wat je toen net laten zien? Ja, dinsdag. En ik ben met Eva en Isa bij Café in de City in Rotterdam. En we gaan lekker lunchen. Zo, ik ben terug van het lunchen. En ik heb zojuist, wacht even laten zien, de foto's gepost voor Naked. Deze. En in mijn vorige vlog had ik dus dit jurkje laten zien. Dit jurkje laten zien. Maar ook nog een broek en een top. En die zie je dus niet terug op Insta. Waarom? Omdat ik er gewoon niet in pas. Letterlijk, als ik dit topje aandoe, alles valt eruit wat eruit kan vallen. En deze broek, die zit niet helemaal zoals die hoort te zitten. Bij mijn bovenbenen zit hij weer veel te strak. Misschien is het weer gewoon even een sign dat ik gewoon weer moet gaan letten op mijn eten. Deze zou eventueel wel nog kunnen, maar ja, daar had ik dus gewoon die top op gewild. Dus het is allemaal niet compleet. Dus ik heb alleen het jurkje nou gedaan. En deze, ja, ik weet niet wat ik hiermee moet doen. Ik weet niet of ik dit terug moet sturen of dat ik het gewoon moet houden. Anders verkoop ik het denk ik gewoon. Goedemorgen, middag. Ja, eigenlijk geen goedemorgen, want wij zijn onderweg naar het ziekenhuis. Omdat opa gisteren is opgenomen. Hij ligt in Bergen-op-Zoom en heeft een zware longontsteking. We hebben geen idee in welke toestand hij nu zit. Toen hij werd opgenomen was hij wel gewoon... Ja, bij bewustzijn, zeg maar. Hij wist gewoon wel wat er gebeurde. En we gaan nu naar hem toe en kijken even hoe die het, hoe die het maakt. We zijn weer terug. En ik was de enige die naar binnen mocht. Natuurlijk vanwege corona. Maar het gaat echt heel erg slecht met hem. Hij heeft heel veel last met ademhalen. Het zit hem echt op de borst, zeg maar. Dus ze hebben ook een coronatest afgenomen.
Daar hebben we de uitslag nog niet van. Dus dat is afwachten. Nou. Echt een goede film. Nou, heel de wereld heeft hem al gezien in de bios. Wauw. Ik heb Nien even opgehaald en we zijn in de bios in Roosendaal. En hij is nieuw. En hij is echt helemaal vet. Ja, inderdaad. Die oude die was echt niet te doen. Dit is echt mooi. Daar rook het gewoon. Het zou leuk zijn als hij scherp stelt. Ik zei het zou leuk zijn als hij scherp stelt. Kijk hoe mooi. Mega huge ook. Echt leuk. Mega vreed festijn. Zie je dat? Ja, half. Popcorn. Nachos. En Nina's sokken. Goedemiddag. Het is vandaag donderdag en ik heb een beetje haast, want ik ga naar Breda. Ik ga eindelijk weer Annemijn en Lisanne zien. Ga lekker uit eten 's avonds en dan blijf ik slapen in Breda. Dus dat is hartstikke gezellig. Ook ga ik nog wat content maken voor de nieuwe layout van mijn vlogs. Dus daarom heb ik even een beige outfitje aangedaan. Het blazertje is van de Zara met deze top. Van Yaya. Ik heb hem gekocht bij Gossip. Ik weet niet of hij er nog is, want hij was in de sale, namelijk voor 50%. Broekje van de van Naked. En deze beige is wel nog wel schoenen. Helemaal top, dus ik ga er vandoor. Zo, ik ben met Liz en met Annemijn. En we zitten bij de Griek. En Annemijn is al wel eens voorgekomen in de vlog. Alleen Liz nog niet. En eigenlijk ken ik ze allebei van HBO. Communicatie. Vind je awkward, hè? Nee, hoor. Oh, gelukkig. Nee, ja, dat is waar. Ja. Goedemiddag, het is vandaag zaterdag. Vrijdag. En ik ben met Annie lekker een drankje aan het doen. We hebben wat fotootjes nog gemaakt. En ik ga zo naar huis en dan heb ik s'avonds nog een training. En dan, Goedenavond, het is vandaag. Oh, je vlogt zo van onder jou? Zaterdag. Kan dat nog steeds mooi zijn? Het is weer zaterdag en we zijn weer samen. Ik ben weer met Isa en Nien en we zijn in Rotterdam. Want we gaan gezellig een drankje doen bij Café in the City. Nou, eerst bij Madame Chen. Eerst bij Madame Chen. God, maar ik weet wat het is. Nee, superleuk. Okay. Ik zweer het, kom mee. Kom mee allemaal. Luister, dit is, die sushi hier is lekkerder bij in the City. Nee, maar we is gaan hier lekkerder? Ja, maar we hebben gereserveerd. We gaan sowieso naar in the City. Goedemorgen, het is vandaag zondag en ik ben onderweg naar mijn werk. Het is vandaag ook de laatste dag dat je nog gebruik kan maken van de code, de kortingscode voor dat sportpak van Bara Sportswear. Dus met Emmy 15 krijg je nog 15% korting op alle producten, items van Bara. Zo, ik ben thuis van het werk en ik ga de vlog afsluiten en editen. Het einde van de vlog is echt heel erg rommelig en ik heb ook echt amper gefilmd. Ik heb vooral afleiding gezocht bij mijn vriendinnen en proberen mijn gedachten een beetje te verzetten. Maar aankomende week wil ik wel gewoon even tijd voor mezelf nemen en gewoon afscheid nemen. Dus vandaar dat ik ook even volgende week niet ga vloggen en dus pas over 2 weken weer een vlog ga uploaden. Dus ik hoop dat jullie het een beetje begrijpen. In ieder geval dankjewel voor het kijken en dan zie ik jullie over 2 weken weer. Doei!